What's up kijkers, mijn naam is Frans en welkom terug bij een nieuwe gym video. En vandaag heb ik een schouder workout voor jullie. En deze workout is een beetje een soort tussendoortje als het ware. Waarin ik veel oefeningen doe die ik eigenlijk nooit gedaan heb. En dat komt omdat deze gym nieuw is. Er zijn heel veel nieuwe dingen bijgekomen die ik graag wil uitproberen. Maar ook omdat ik aan het werken ben met het maken van een nieuw schema. Ik wil even mijn routine een soort even door de war halen. Zodat dat ik ook weer eens wat andere dingen doe en zo. Dus vandaar dat ik wat oefeningen ga doen die ik normaal niet zo vaak doe. En de eerste daarvan is deze Standing Military Press. En de Standing Military Press, deze is zo'n 20 kilo. Dat was mij iets aan de zware kant. Veel er bijna hier aan het einde. En zeker als je zo zwaar gaat, dan voel je dat deze oefening ook ontzettend erg je core aanspreekt. Dus je buikspieren en je rugspieren, zeg maar, gewoon in je lichaam. Van die jou recht overeind houden. Ik moest het flink aanspannen. Dus vandaar dat ik in de laatste set iets lichter ben gegaan. Het ging iets beter af. Nou, de tweede oefening die jullie hier zien, dat is een nieuw apparaat. Het was een cable shoulder press. En dan denk je van cables, fucking chill. Heb je lekker de hele tijd spanning op je schouder staan, maar ik vond hem niet echt geslaagd. En dat kan misschien aan de handvaten gelegen hebben, dus ik ga hem nog een keer uitproberen met andere handvaten. Maar zoals jullie zien zijn deze handvaten vrij lang en van nylon. En doordat je dus naar binnen beweegt met je handen, kwamen die touwen en de kabels, die kwamen steeds langs mijn armen geschuurd, langs mijn triceps. Dus die werden echt helemaal rood en het deed, op een gegeven moment begon het gewoon echt heel erg pijn te doen. Dan had ik een beetje het gevoel dat ik een brandwond aan het ontwikkelen was. Dus toen heb ik gelijk gezegd, ik doe deze nooit weer, maar misschien dat het met andere handvaten wat beter gaat. Derde oefening hier, Behind the Neck Smith Machine Press. De Smith Machine is ook nieuw en deze is assisted. En dat houdt dus in dat die, je ziet de kabel aan de zijkant hier hangen als je goed kijkt. Naast de hoes, zeg maar. En dat houdt dus in dat hij hem wat omhoog trekt. En dat je bijvoorbeeld als je het niet laat vallen, dan stuit het hij ook een beetje, zeg maar. Dus vandaar dat je wat zwaarder kan gaan en dat deze gewichten ook wat zwaarder zijn vergeleken met de Standing Military Press. Normaal doe je dus lichter als je het uit de nek doet, in ieder geval ik. Ik heb gemerkt dat ik dan slapper ben. En bij deze geval was het dus niet zo. Sterker nog, ik heb hier meer sets met 20 gedaan, omdat me dat gewoon goed afging. Nou, deze set kennen jullie wel allemaal. Het is mijn typische schouder superset bestaande uit de lat raise en de front raise. We beginnen met de lat raise en daarna de front raise. Ik doe deze graag seated en dat komt omdat je dan je rug die kan je tegen het bankje aanzetten. En wat dat doet is zorgen dat jij niet kan cheaten. Of in ieder geval in veel mindere mate kan cheaten, want je kan je lichaam gebruiken om de dingen omhoog te werpen. En ook zorgen voor goede vorm, want als jij de dumbbells laat zakken, dan kan je ze niet voor je langs laten zakken. En dat zou meer je traps aanspreken. Ook een nieuwe oefening, hammer press voor de shoulders, shoulder hammer press. Was een fijne finisher, niet al te zwaar gedaan. We hebben nog wel wat zwaarder geprobeerd, maar dat ging niet. Het was wel heel grappig dat hier met 20 kon ik 20 reps doen, met 30 of zo nog maar 8 of 6. En uiteindelijk dus dit gewicht gepakt, dat was een goede middenweg. De finisher set. Deze is natuurlijk niet echt 36 kilo gedaan, maar dat staat op de gewichten. Als je dit met dumbbells in 36 kilo zou doen, dan zou je dus niks voor elkaar krijgen. Nou, rear delt fly, denk ik jullie het allemaal wel kennen. Zorg ervoor dat je dus echt de beweging vanuit je schouder initieert. Dit was het voor deze video. Hebben jullie nou nog content waarvan je weet, daar wil ik wat van zien? Bijvoorbeeld een arm workout of een back workout? Laat me dat dan weten in de comments. Geef deze video een duimpje omhoog en ik zie jullie de volgende keer weer met een nieuwe video. Later!